Hallo. Je hebt besloten om je klanten een warmtepomp aan te bieden. Maar welke? En welke verwarmingsconcept moet je gebruiken? Heel goede vragen. Kom maar mee. Als het gebouw een centrale verwarmingssysteem met water heeft, of als je er één wilt installeren, kies dan voor een bodemwater- of luchtwaterwarmtepomp. Het idee is om de bestaande ketel te vervangen door of aan te vullen met de nieuwe warmtepomp en deze aan te sluiten op een centrale verwarmingssysteem. De beste prestaties worden verkregen met een geothermische warmtepomp in combinatie met verwarming op zeer lage temperatuur, zoals vloerverwarming. Deze staan bekend als bodem-water-warmtepompen. Uiteraard is deze optie niet altijd mogelijk bij renovaties. Het traditionele concept, de luchtwater-warmtepompen, of splits zoals ze ook wel genoemd worden, bestaan uit een buitenunit en een binnenunit. Als installateur van dit type warmtepomp moet je ook over de vaardigheden van een koeltechnieker beschikken. Je stelt je misschien de vraag waarom. Wel, om te voorkomen dat er koude middelen zouden weglekken, wat een zeer negatieve invloed kan hebben op het milieu. Bovendien worden er reglementeringen ingevoerd om het gebruik van deze koude middelen te reguleren, met zelfs een geleidelijk verbod op sommige ervan. Maar wees gerust, er is innovatie op komst. De laatste jaren gaat het gebruik van nieuwe koude middelen, zoals propaan, gepaard met de opkomst van monoblok warmtepompen. Hierbij blijft het gebruikte koude middel in de buitenunit. Deze monoblok warmtepompen kunnen geïnstalleerd worden zonder tussenkomst van een koeltechnieker. De buitenunit is omvangrijker. Maar, en zeg dat ook tegen je klant, de binnenunit neemt veel minder plaats in beslag. En voor je klanten is dat goed nieuws. Lucht-lucht warmtepompen zijn ook een optie. Maar hier is het niet mogelijk om ze aan te sluiten op een centrale verwarmingssysteem van het gebouw. Hoe dan ook, de positie van de buitenunit, monoblok of niet, moet zorgvuldig gekozen worden. Deze heeft namelijk een directe invloed op de prestaties. In het bijzonder op akoestisch vlak. Zo, de keuze van de warmtepomp begint vorm te krijgen. Maar hoe hou je rekening met het lawaai? Ook hier gelden regionale reglementeringen voor de plaatsing van de buitenunit en moet de installatie soms aangepast worden om het geluidsniveau te beperken. Als het geluidsniveau verlaagd moet worden, zijn er ook oplossingen zoals het gebruik van akoestische absorptieplaten, het optrekken van bijkomende wanden of de installatie van akoestische omkasting. Wees gerust. Zoals altijd zal Buildwise je helpen om de juiste keuzes te maken. Bezoek onze website. Je vindt ons hier. Tot snel.